Goedemorgen kerk, iedereen die meekijkt, goedemorgen. City Point is een fun weekend, 84 mensen als ik het goed heb. Dus dat is een heleboel die we missen. Maar wij zijn hier en we leven in een bijzondere tijd. Er is pas geleden de grootste evangelisatieactie ooit gebeurd in de wereldgeschiedenis. Ooit, een paar weken geleden. Waar miljarden mensen hebben mee gekeken en gehoord. Hooggeplaatsten zaten daar, koningen zaten erbij. Ons koningshuis zat erbij. De Queen. Miljarden mensen hebben meegekeken. Het helemaal het evangelie. Ze heeft het jarenlang voorbereid. En ze heeft alles verteld. Wie heeft het gezien? Ik ga nog kijken. Maar ik ben benieuwd, ik ga gauw kijken. Maar geweldig toch? Geniaal, lieve mensen. Geniaal. De Queen of England heeft jarenlang helemaal het evangelie in haar begrafenis gelegd. En ze heeft, er is verteld over, ik geloof in Jezus, ik geloof in de opstanding, ik geloof dat ik bij hem zal zijn. Geweldig! Miljarden mensen hebben meegekregen op de televisie, overal wereldwijd. En al die hooggeplaatsten die daar zaten. Dat is super. Ik dacht, man, dat is geniaal. Ik heb gehoord, ik heb één foto gezien, dat over verschillende paleizen in Engeland, toen zij overleed, de regenboog kwam. God is goed. En hij had een geheim wapen ingezet. En als iemand ooit zegt, ja, dat geloof is voor domme mensen, zeg je, nou, heb je de Queen al gehoord? Lijkt me geen domme vrouw, toch? Hé, wat goed dat we er zijn. Ik moet mijn ding aanzetten, zo. En hou je van de serie? Ben je blij met de serie? Doelgericht leven, oh lieve mensen. Ik ben zo dankbaar. Jullie kennen mijn verhaal misschien een beetje. Maar toen ik 17, 18 was, mijn grote vraag, ik kende God niet. Waarom leef ik? Why on earth am I here for? Waar ben ik in hemelsnaam hier op aarde? Die vraag is een hele goede vraag. En iedereen vond me gek en moeilijk. En je moet maar gauw een vriendin nemen, Erend, want zo gaat het niet. Dat was het antwoord, wisten hun veel, totdat de studenten van de navigators zeiden, je kent mijn verhalen als je hier wat langer komt. Hele goede vragen en er zijn ook antwoorden op. En zo begon ik te ontdekken, God heeft mijn ogen geopend. Ik zal hem eeuwig dankbaar blijven, Heer Jezus. Dat u mijn ogen heeft geopend. Er is een doel, er is een plan, er zijn antwoorden. Doelgericht leven. We leven in een tijd waar veel verwarring is en wordt gezaaid. Ben je met me eens? Op allerlei gebieden. Laat me je helpen, God is niet verward over wie jij bent. Hij heeft je gemaakt. Als je vragen hebt, vraag het aan degene die jou gemaakt heeft. Hoe zit dat? Als ik mijn motorkap open doe, ben ik heel verward. Vroeger snapte ik nog een beetje wat daar gebeurde. Nu heb ik een Renault en dan zit er een Nissan startmotor. Grote led, ik ben verward. Je moet gaan naar de maker, want die kan precies vertellen hoe het werkt. Ja, toch? En ik had het idee dat de Heer zegt tegen mijn volk, ik breng vrede waar verwarring is. De Heer wil vrede voor sommige mensen hier, als je meekijkt. God wil vrede brengen waar verwarring is. Hij wil je helpen voorziening te geven waar gebrek is. En hij wil je helpen om te leren hoe het werkt. Hoe de principes werken, zodat je de zegen van God kan ontvangen. Doelgericht leven. Ik ben er zo dankbaar voor. We hebben het gehad over de eerste natuurlijk. Je allereerste doel van je leven is God, is liefde. En hij wil liefde uitdelen. Dat is liefde. Dat heeft hij jou gemaakt. Om zijn liefde aan je uit te delen. En als reactie op zijn liefde, onze aanbidding terug. Alles wat we doen voor hem. Onze reactie op zijn liefde, dat is het eerste doel voor je. Hij wil een fellow, hij wil met je wandelen. Hij wil, sommige mensen vragen, Heer, ik zie een mooi meisje. Is zij degene, ja of nee? En ja, nee vragen zijn soms niet de goede vragen. De Heer zegt, mag ik met je praten? Een gesprek? Mag ik je een beetje coachen? Mag ik je vader zijn? Mag ik je iets laten zien? Kunnen we praten? Kunnen we een gesprek? God wil, net als toen al Adam en Eva, in de tuin wandelen met jou en mij. Dat is je eerste doel. Waarom die jou... En dan vult je een beetje liefde en dan ga je ontdekken, je bent in een huisgezin geplaatst. Het tweede, fellowship. Je doet het leven niet alleen. Je bent gemaakt om samen met anderen te doen. Je hebt het me vaak horen vertellen, maar het is zo'n goed plaatje. Een groot kampvuur, weet je wel, en je haalt er één tak uit. Hoe hard die ook brandt, het gaat gewoon uit. Zo is het ook met jou en mij. Je hebt mensen nodig. Je hebt een connectgroep nodig. Je hebt een goede kerk nodig. Je hebt een team nodig om samen iets te betekenen. En het derde doel is discipelschap. Daar heeft Mathilde het over gehad. We willen steeds meer gaan lijken op Jezus. Het is de bedoeling dat we gaan kijken naar Hem. Hem volgen. Een discipel volgt Jezus. De leerling van Jezus zijn. En Hem steeds beter willen leren kennen. En gaan zijn zoals Hij is. De dingen die belangrijk zijn voor Hem, die zijn belangrijk voor jou en mij. Ja, toch? De kerk is superbelangrijk voor Hem. Hij voedt en koestert de gemeente. Hij komt terug om de gemeente tot zich te nemen als zijn bruid. Het is heel belangrijk voor Hem, dus is het heel belangrijk voor mij. Een discipel van Jezus die houdt van de kerk. Dat kan niet anders. Hij volgt Jezus. Alles wat hij deed, 3 jaar lang heeft hij zijn discipelen voorbereid. Voor die grote dag toen Pinksteren kwam, de Heilige Geest en de gemeente werd geboren. En toen waren die 12 jongens klaar. Dat kan je zien in Handelingen. Ze stonden op en verkondigden het evangelie. Ze waren getraind, ze waren voorbereid. Ook al snapten ze zelf ook niet alles. Maar toen het gebeurde, aha, dit is het. Dit is het. Als de opname straks komt, de Heer Jezus komt zijn bruid halen. Ik ga er maar gewoon eerlijk en frank en vrij over praten. Ik hoor echt overal. Mensen krijgen dromen. Mensen krijgen allerlei... We voelen gewoon, de tijd is dichtbij. Het licht en duisternis in deze wereld staan steeds meer tegenover elkaar. En de Heer zegt, maak je geen zorgen als je je leven in mijn handen legt. Volg mij. En dan breng ik je naar vaders huis, voor eeuwig. Ja, wat een goed nieuws hebben we toch, hè? Iemand een beetje blij? Zullen we de Heer een applaus geven? Want ik vind dat Hij zo goed is voor ons. Dat we dit mogen brengen en mogen geloven. En vandaag ministry, worship, fellowship. Ja, het is een Engelse voorganger, Rick Warren, die het geschreven. En dan is het zo makkelijk om te onthouden. Je bent gemaakt voor worship, je bent gemaakt voor fellowship. Je bent gemaakt voor discipleship. En je bent gemaakt, het vierde doel van je leven is ministry. Om de Heer te dienen, Psalm 100 vers 2, met vreugde, met dankbaarheid. Niet blij in de zin, zoals Mathilde vorige keer ook zei, ik ben blij in Disneyland en dan loop ik er weer uit en dan ben ik heel erg arm geworden, want dat best kost al een hoop geld. Die blijdschap, nee, een blijdschap van binnen, een dankbaarheid, waar we de Heer mee willen dienen, ja toch? En het begint allemaal met passie. Het begint allemaal met passie. De vraag om de Heer te dienen gaat niet over, heb ik tijd? Als het belangrijk voor je is, dan vind je tijd. Ja toch? Ken je iemand heel druk en dan komt ineens een partner tegen en alles kan dan ineens. Natuurlijk, dat is belangrijk voor je. Dus weet je, het gaat over passie, je liefde voor God en voor mensen. Volgende week ligt een dingetje op je stoel met een hele mooie foto. Join the team. En volgende week komt er meer een presentatie. Je hebt een week, nu al? Oh, ik dacht volgende week. Volgende week. Oh, dit is interessant. Dit is het Key Team in actie, dames en heren. Key Team. En volgende week. Ja, de folder ligt er nu. Maar het is niet de banenmarkt, maar het is zoiets waar teams zich presenteren. En we willen je vragen om een week na te denken en te bidden. In welk team kan ik, als je nog niet in een team dient, in welk team kan ik helpen? Waar wil de Heer me inzetten? Waar kan ik iets betekenen? Ik doe een paar teksten en de tijd gaat snel, dus ik kan niet alles doen, maar een paar. This resurrection, uit de message, Romeinen 8. This resurrection life, ik zal hem gelijk een beetje vertalen. Opstandingsleven dat je hebt ontvangen van de Heer is niet een beetje timide. Het is enorm avontuurlijk en verwachtingsvol. Verwacht je de Heer. Verwacht niet alleen zijn wederkomst. Als je je connectgroep opent op de avond, als je komt naar de kerk, verwacht je Hem. Ik was trouwens super gezegend weer. Wat een geweldig kids worship team hebben we toch. Zo. En Anouk zei, oh, dit is nog maar de helft dat u net gezien heeft. Er zitten geloof ik, wat zei Anouk, nou 50 kinderen. Ik zei, dat is de helft van alle kinderen die komen gemiddeld op een zondag. Oké, nou geweldig. Verwachting. Greeting God with a child like, what is next, papa? Mooi, hè? Wat is het volgende dat u voor mij heeft, papa in de hemel? Voel je die warme taal? Wat kan ik voor u betekenen? De vraag is niet in de eerste plaats, wat kan ik voor de kerk betekenen? Oh, ze hebben kinderwerkers nodig, dat is zo. En we hebben worship mensen nodig, elke team kan mensen gebruiken. Maar de eerste echte vraag is, wat kan ik voor u betekenen? What is next, papa? U bent zo goed voor mij, ik wil u dienen. En Gods geest die raakt onze geest aan, bevestigt wie we echt zijn. We weten wie Hij is en we weten wie wij zijn. Vader en kinderen. Mooie taal, hè? Daarom dien ik de Heer. Uit die liefde van de Vader voor mij. En we weten wat we gaan krijgen en wat naar ons toe gaat komen. Een geweldige erfenis. En we gaan door waar Jezus ook doorheen ging, als het moeilijke tijden waren met hem. En ook zeker als we door de goede tijden gaan en die gaan komen met hem. Dat is toch geweldig? Dat is het hart achter alles. Daarom dien je. Daarom zit je in een team. Niet omdat er nood is, omdat het ja, ze hebben me al 5 keer gevraagd. Dit, het hart, hier zo, hier. Heer, dank u wel, ik mag u dienen, ik mag iets betekenen. En hier in Johannes 15 vers 1, dat stukje over vrucht dragen. Ik zal het even samenvatten. Ik ben de echte wijnstok, ik heb hem in de basisbijbel gelezen. Elke tak die geen vrucht draagt, die snoei ik, zegt de Heer. Die haalt hij weg. Als er wel vruchten groeien, die snoeit hij. Hij maakt ze schoon enzovoort. Je kent dat plaatje wel. En ik hoorde iemand uitleggen, sommige takken, je hebt de wijnstok, de Heer Jezus, en dan de ranken, dat zijn wij. Maar sommigen die gaan zo ver weg van Jezus. Zo ver weg. Dan knipt God de Vader in zijn liefde, zodat je weer dicht bij hem komt. Ja. Vond ik goed uitgelegd. Dan staat hier in de basisbijbel, staat er dit woord. Want zonder mij kunnen jullie niks doen. Als je niet in mij blijft, dan verdrogen jullie. Oh Heer, ik ben zo dankbaar dat we in CLC niemand hebben die droog loopt te kijken. Alleen andere kerken. Nee, dat is dus niet waar. We zegenen elke kerk waar de Heer Jezus wordt verhoogd. Dan verdroog je. Alles wordt een beetje droog. De kerk wordt een beetje droog. De Bijbelstudie, de cursussen, alles een beetje droog. Ik haal niet meer zoveel uit de worship. Want de worship was nooit bedoeld voor jou. Die is voor de Heer. Ja. Ja, ik haal niet meer zo heel veel uit de Connect-groep. De fellowship was bedoeld dat je, niet alleen voor jou, dat je iets betekent voor een ander. Je verdroog je. En wat de Heer dan doet, dan ben je veel te ver weg. Je zit nog wel ergens, je gelooft wel. Maar de Heer zegt, je bent veel te ver weg. Met alle andere dingen. Dus als je het niet heel erg vindt, knip. En dan ben je ineens weer dichtbij. En dat doet pijn en zo, maar dat is even nodig. En dan kunnen we weer door. De Heer, het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Dat laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Weet je, ik heb 3 punten. Eentje, nummer 1, vooruitgang. Het is voor een christen normaal dat je vooruit gaat. Dat je niet hetzelfde bent als een jaar geleden. Toch? Dat je groeit en dat je meer betekent en meer zegen verspreidt. En meer, mag ik dat zeggen? Meer de Heer dient. Dat je, Rick Warren die zei het heel mooi. Some people, well, all people grow up. Nee, ik moet goed zeggen. All people grow old, but not all people grow up. Dat is een leuke, hè? Ja, dat is jouw taal. Hier in Amerikaanse is het leuk hoe Jamie de hele international community samen erop aan het bouwen. Jij snapt de internationals, je komt uit Amerika. Dus all people grow old, but not all people grow up. Iedereen wordt oud, maar niet iedereen groeit op. De Heer wil dat je groeit en volwassen wordt. Behartig deze dingen, 1 Timotheüs 4. Leef erin, zodat dan alle blijken dat je vooruit gaat. Ja, toch? Spreuken 4, vers 18. Het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Het tweede dingetje, tweede gedachte, je bent gered en geroepen. Vaker gehoord, terecht. 2 Timotheüs 1, vers 9. Hij heeft ons gered en geroepen tot een heilige taak. Ieder van ons heeft een taak. Ieder van ons heeft een taak. En weet je, het is net als, we zijn het huisgezin van God. Het is een groot diner, over niet al te lange tijd is het weer kerst. En een groot diner, iedereen doet wat. De een doet boodschap, de ander zet de tafel klaar, de ander doet misschien de afwas, kookt. En als er eentje de hele avond zo zit en zegt, ja, ik vind het eigenlijk niet zo gezellig. Stroop je mouwen op, alstublieft, en ga wat doen en meehelpen. Zo werkt een gezin. Zo werkt het huisgezin van de Heer, precies zo. Je bent gered en geroepen. Zijn maaksel zijn wij, Efeze 2. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God van tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. His masterpiece, created for good works, staat in een van de Engelse Bijbels. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Deze is zo mooi dat je hem regelmatig hoort. Uit de message, Efeze 2, vers 20. You belong here, je hoort hier. There's as much right to the name Christian. Je hebt net zo, ik zal gelijk vertalen. Je hebt het recht om christen genoemd te worden als iedereen. God bouwt een huis. Hij gebruikt ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Jong en oud. Er staan hier stukken apies op het podium en de Heer gebruikt ze. En ik werd gezegend, ik heb foto's genomen, ik ga op Insta zetten. En jong en oud, God gebruikt ons allemaal. Allemaal. He is using us all. Maakt niet uit hoe je hier bent gekomen, maar hij gebruikt je in wat hij aan het bouwen is. Hij gebruikte de apostelen en de profeten voor het fundament. En nou gebruikt hij jou. Hij fit jou in, steen bij steen. Met Jezus als de hoeksteen. Dat alles samen vasthoudt. En alle plekken op zijn plaats houdt. We zien het vorm krijgen. We see it taking shape. Day after day. A holy temple built by God. Een heilige huis wat de Heer aan het bouwen is. En hij bouwt ons er allemaal in. En dat is dat zo mooi. Het is liefdestaal. A temple in which God is quite at home. Waar God zich eigenlijk best wel lekker thuis voelt. Mag ik zo vertalen, toch? Zo staat het er. Well, I do feel quite at home. Dat betekent gewoon, ik heb het hier echt naar mijn zin. Er zit bijna een soort verwondering in. Een soort van verrassing. Goh, wat voel ik me hier thuis, zeg. Je loopt een goed hotel in, je hebt een mooie kamer, je hebt een goede service, je hebt een mooie lobby. En dan denk ik, voel me eigenlijk best thuis. Dat betekent gewoon, dat bevalt me. Dat zou toch geweldig zijn als de Heer dat zegt over zijn huis, over elke kerk die hij probeert te bouwen. Elke kerk hier in de stad, of wat Redeemer is, of Maasbar, of noem maar. Ik hou van iedereen. We zijn, wat dat betreft, één grote familie. En dat de Heer zegt, ik voel me thuis. En ik voel me zelfs thuis bij de katholieken en bij de gereformeerden en bij al die verschillende stijlen. Dat vind ik, de Heer zegt, vind ik allemaal leuk, zolang ze de Heer Jezus verkondigen. En wat dat zo mooi is, een kerk mag bouwen met dit in je, niet in je achterhoofd, in je voorhoofd. Zou God zich hier thuis voelen? Wat ik aan het doen ben in de kerk. Want we hebben het over ministry, bediening in je kerk. Iedereen heeft een bediening ergens. Iedereen heeft een plek ergens in een team. Daar ben ik van overtuigd. God wil iedereen gebruiken. Dat wat jij doet in een team, voelt God zich daar thuis. Wat jij aan het doen bent. Maar zorg ervoor dat God zich thuis voelt. En weet je, er staat in de Bijbel waar de Heer Jezus wordt verhoogd. Daar trekt Hij mensen tot zich. Dat is de kracht van worship, onder andere, waar we hem verhogen met elkaar. Dan trekt hij, de Heer Jezus wordt verhoogd, wordt zichtbaar. En dan trekt hij mensen tot zich. En dan gaat hij mensen redden. En dan gaat hij Heilige Geest uitstorten op mensen. En dan worden mensen bevrijd en genezen en hersteld. Ze krijgen wonderbaarlijke, we zien het gelukkig steeds weer toenemen. Genezingen en tekenen en wonderen en dromen en mooie dingen die God dan geeft. Ja, toch? Als wij zorgen dat God zich thuis voelt, dan gaat hij machtig werken. Volgende week zondagavond, de eerste keer sinds een hele lange tijd. Dat Ruben en Mathilde vooral zullen echt de Heer geloven en in de bediening voor genezingen, voor tekenen en wonderen. De Heilige Geest, we willen zoveel meer van u. Er is zoveel meer. En we willen speciaal die plek bereiden. We doen wat we kunnen doen en dan moet u doen wat wij niet kunnen doen. En daar geloven we u voor. Ja, toch? Ja, toch? Nou. Ja? Zeg even, Heilige Geest, u bent welkom hier. We willen dat u zich thuis voelt hier. In 1 Petrus 2, vers 3. Indien je geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. En kom tot hem de levende steen en maak je zelf ook als levende stenen gebruik. Houden we ook van de levende steengemeente. Dat was een grapje. Nou, oké. Elke holder. Een van de grootste kerken van Nederland volgens mij. Als levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus hij bouwt een huis, we willen daar als levende stenen in, hè, wat we net ook lazen in de message, dat we daarin worden gebracht, we deel ervan zijn. En dan om geestelijke offers te brengen. Offers van tijd, offers van financiën, offers van karakterbouw. Als je in een team gaat. Sommige mensen zitten niet in een team, ze hebben gewoon geen zin in gezeur. Maar gezeur is bijbels. De Heer wil dat je het gezeur ingaat, wist je dat? Wist je dat eigenlijk wel? Heb je dat ooit begrepen? De Heer wil gewoon een hoop gezeur, want dan wordt jouw karakter gebouwd. Zonder gezeur geen karakterbouw. Je kan het hele jaar, ik hoorde iemand, dat is grappig, even tussendoor hoor. Maar we zitten af en toe op Gran Canaria, een week of twee in de winter. En dan Daar is dan een Belgische dame, en dat is een soort moedertje van dat hele straatje waar we dan zitten, al die huisjes. En die heeft app-contact met Mathilde, en het boekje van Mathilde en nou, al die dingen. En ze zegt, ik heb een truc voor je, om de energiecrisis te ontlopen. Dat is heel simpel, want je gaat naar Gran Canaria, dan koop je een huisje, en de hele winter zit je lekker daar. Ze hebben niet eens verwarming. Dus hoe bedoel je gasprijs? Er is geen gas. Het is altijd lekker warm. Dus dat scheelt een heleboel gas. En je verhuurt je huisje nog eens een keer. Want jij bent een half jaar weg. Dus je verdient ook nog geld met je huis in Den Haag. Goed, hè? Ja, dat is allemaal prachtig, maar ik heb een bediening. Dat is de prijs die wij betalen, dames en heren, om niet op Gran Canaria een half jaar te gaan zitten. En onze gasprijs hier helaas te moeten betalen. Ik ben afgelopen week ingeschaald. Heb medelijden. Dus dat. Daar staat, als je geproefd hebt. Heb je dat gezien? Zet nog eens op het scherm. Indien, als je geproefd hebt dat de Heer goed is. Ja. Dit is de basis. Mijn tijd is al lang om. Eerst sluit ik maar mee af. Ik had mooie dingen nog van tweede dienst. Maar als je geproefd hebt dat God goed is, dan wil je hem toch dienen? Dan ga je er niet de rest van je leven al mopperend aan de kant. Oh, ik zie wel dingen in de kerk waar ik niet zo blij mee ben. Dan zegt de Heer, ja, dat zie ik ook. En wat gaan wij daaraan doen? Wij? Nou, u. Nee, wij. Als je geproefd hebt van zijn goedheid. Ik hoop dat je volgende week, misschien kan je niet eens meer wachten, ga je deze week al. Ga je naar een team en je loopt al de hele tijd op de dag. Ik moet eigenlijk gaan meehelpen daar. En dan zeg je, oké, ik doe het omdat ik Gods goedheid heb geproefd. Hij heeft mijn hart geraakt. Hij heeft mijn ziel gered voor de eeuwigheid. Ik wil zeker, ik wil hem dienen met vreugde in Jezus' naam. Ja, toch? Oké. Ik moet stoppen. Vader, we danken u. Dat we u mogen dienen met vreugde. We hebben geproefd van uw goedheid. En daarom willen we ons in laten voegen als levende stenen in de bouw van uw huis. Niet omdat dat moet, of omdat er verwachting wordt op ons gelegd, maar omdat we van binnenuit, omdat we u dienen willen met vreugde. En zo bid ik, Heer, dat we ook in die zin een gezonde kerk zullen zijn. Waar u zich thuis voelt. Maar iedereen heeft talenten gekregen, gaven gekregen. En dat we u mogen dienen met onze gaven en talenten. Sommigen zijn goed in IT, met kinderen, in muziek, in van alles. In gastvrijheid. En wat het ook is, de gaven en de talenten die u ons gegeven heeft, die willen we gebruiken om u te dienen met vreugde. In Jezus' naam. Om een verschil te maken. In uw huis. En als uw huis zich vult met mensen, maken we een verschil in de wereld. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil je de laatste momenten de uitnodiging doen. We zullen nooit een dienst op zondag zonder. Het is zo belangrijk, lieve mensen, om heel bewust te kiezen voor Jezus. En misschien moeten sommige mensen terugkomen bij de Heer. Je hebt Jezus nodig. Je hebt hem nodig in dit leven. Je hebt hem nodig in de nabije toekomst. Je hebt hem nodig om in de hemel te komen. Je hebt hem nodig om vrede en wijsheid en om te kunnen functioneren. In zijn kracht en in zijn liefde. En hij heeft alles al gegeven om het mogelijk te maken. En daarom de uitnodiging. Kies voor hem vandaag. En als het nodig is, alleen jij weet dat, wat er in je hart, te ver weg. Is er ergens nog wel een soort lijntje, maar kies om bij hem terug te komen en je leven opnieuw aan hem toe te wijden. Als je praat over de Heer dienen, sommigen misschien zitten, ja, weet allemaal, ja. En dan brengt het allemaal heel dichtbij. Staat Jezus nummer 1, ja of nee? Volg je hem, ben je een discipel? Heb je je leven aan hem toevertrouwd en in zijn dienst gesteld? Als je nou eigenlijk moet ik terug die eerste keuze weer maken. Terug naar mijn eerste liefde. Dan is dit gebed ook voor jou. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen even dicht doet. Als jij dat bent, voor het eerst de echte keuze dat je hart op gaat bidden. Je gaat zo meteen het gebed nabidden. Iedereen gaat nabidden. Of dat je, ook als je thuis meekijkt, je bidt mee. Of dat je terugkomt bij de Heer. Als een teken voor jezelf en als een teken voor God wil ik je vragen. Gewoon even duidelijk je hand omhoog te doen. Zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Dank u wel voor uw weesheid, daar iemand. Daar iemand. Dank u wel. Zijn er nog meer? Daar iemand, dank je wel. Zijn er nog meer? Je kiest bewust om de Heer uit te nodigen en je leven in zijn handen te leggen. Of je komt terug bij hem. Zeg, Heer, ik was te lauw, te ver weg. Te veel alleen maar voor mezelf het leven. Maar nu, ik ga terug naar mijn eerste liefde. Als jij dat bent, doe nog je hand omhoog. God ziet het, dankjewel. Daar podium, op het balkon. Dankjewel. Nog iemand? Wil je me hardop nabidden, iedereen? Heere Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw genade en voor uw liefde. Ik leg mijn leven in uw handen. Ik vertrouw mijzelf aan u toe. Ik geloof dat u gestorven bent voor mij. Ik geloof dat u bent opgestaan. Vergeef me voor alle verkeerde dingen. Vul me met uw liefde. Vul me met uw Heilige Geest, Heer. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we de mensen bemoedigen die de keuze hebben gemaakt. Voor het eerst of opnieuw.